Mijn naam is Henk-Jan Tannemaat. Ik ben wethouder van onder andere arbeid en inkomen. En ik vind het ontzettend leuk dat ik hier vandaag in het Krijl mag koken. En met een pakket van de voedselbank. En dat ik hier gasten heb uitgenodigd, maar onder mensen die gebruik maken van die voedselbank. Nou ja, lijkt me wel lekker. Om eens lekker te komen eten, hoef ik het zelf niet te maken, want ik moet ook maar iedere keer wat verzinnen. Want ik kom hier elke week wel een pakket halen. En waar ik het dan mee moet doen, hè, dan moet ik de week mee zien door te komen. En dan moet je improviseren. We zijn begonnen met deze etentjes om mensen samen te brengen rond het thema armoede. Ik ben erachter gekomen dat het helemaal niet zo makkelijk is om met de producten in een voedseltas een goede maaltijd te maken. Dus ik heb wel heel veel bewondering voor mensen die dat wel lukt. We hebben wat dat betreft elkaar goed aangevuld. We kregen ideeën. We hebben ze verder uitgewerkt en we hebben er wat lekkers van gemaakt. Aan tafel zitten ervaringsdeskundigen en mensen uit politiek of andere organisaties die met het idee om samen te praten en hun ervaringen uit te wisselen. En dat is een beetje de achtergrond.